past erin. Woep, 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 woep. Italië. Ja. Laten we de tas ook op. Midden in Frankrijk, aan het water met een fontein, heb ik natuurlijk een lekker koffie gehad bij Italiaanse restaurant. Dat is dan weer het voordeel van Europa, Mark. Je hebt alles bij de hand, je hoeft nergens meer toe. Hier vind je alles. En ik heb een lekkere cappuccino, daar ga ik heerlijk van genieten.
kinderen mochten een cadeautje uitzoeken. Dit heeft de eerste uitgekozen. Sarno heeft nog niks uitgekozen. Die bewaart nog even zijn cadeautje. Eventueel voor morgen. Of morgen gaan we naar het zwembad. Of voor de andere dag dat we nog in Europa Park zijn. Wel gezellig zo. Oh, het is inmiddels 8 uur, denk ik. We hebben tot 7 uur in het park gelopen. Wil je met op de foto? Ja, ik wil met jou op de foto. Klik! Ik ben helemaal gesloopt. Ik zal eens even kijken hoeveel stappen ik gezet heb. Even kijken. Bijna 13.000. Ik was erg blij met het treintje terug. Het scheelde er weer een paar honderd. Een paar duizend. Een paar honderd denk ik. Maar we hebben een onwijs leuke dag gehad. We hebben dit zo goed uitgezocht. Of althans, ik heb dit zo goed gepland. Dit was echt niet normaal. Het was echt... Het was nog wel druk in het park. Maar ja, het is natuurlijk nooit rustig in zo'n park. Maar... Het langste dat we ergens gewacht hebben was geloof ik een half uur. En voor de rest konden we eigenlijk bij de meeste attracties bijna gewoon doorlopen. Of even 5 minuutjes aan het eind wachten totdat dan de attractie klaar was voor de volgende gebruik, zeg maar. Het was echt, echt bizar. We hebben dit zo ontzettend goed gepland. Dus super blij met deze dag. Er was ook slecht weer voorspeld, was regen voorspeld. Nou... Ik denk dat ik 2 druppeltjes gevoeld heb. Voor de rest hebben we eigenlijk gewoon... Het was wel bewolkt, maar het was eigenlijk perfect. We zijn aangekomen bij... Rolantica, waar is het? Daar. Nog een stukje lopen. We staan op rij 11-12. Zodat ik straks nog even kan kijken waar ik geparkeerd heb. Wauw. Eens kijken hoe mooi het is. Van de show. Eens kijken. Kijk, we parkeren in rij 11-12. Het is echt heel mooi hier. En dan kom je ergens en wat gebeurt er? Meteen weer filmen. Pak ezel hier. Daniel uit de toekomst hier. Ik ben de vlog aan het editen en ik wil nog graag even een paar dingetjes toevoegen. We zijn in Rolantica geweest en ik heb daar uiteindelijk niet gefilmd. Want ja, ik wist natuurlijk niet van tevoren hoe dat allemaal zit. Dus ik heb jullie helaas niks van de binnenkant van Rolantica kunnen laten zien. Maar goed, daar zullen vast wel ook andere video's over te vinden zijn. Maar ik wil in ieder geval even mijn mening en mijn inzichten geven over Rolantica. Het is fantastisch. Het is echt, echt heel erg mooi. Ik ben niet echt heel erg van al die glijbanen en zo. Dus ik heb wel zo'n watervalletje gedaan. En ik heb wel een beetje gezwommen. Er is een groot buitenbad en een groot binnenbad. In het binnenbad hebben ze ook zo'n golfslagbad. Dus ja, ben ik ook niet zo van. Vind ik ook eigenlijk niet zo. Maar voor kinderen is dat natuurlijk wel geweldig. En elke 1 keer in het half uur of zo, of 1 keer het uur, heb je dus daar zo'n periode dat je zo'n golfslagbad hebt.
tips die ik meeneem naar de volgende keer, of die ik jullie mee wil geven, is je mag daar gewoon lekker op slippers lopen. Dat wist ik van tevoren ook niet. Je kan gewoon iets meenemen van een tasje of zo waar je je spulletjes in doet. Je kan ook gewoon je handdoek meenemen. Het is heel erg all-inclusive-achtig dat iedereen overal zijn handdoek op een stoel neerlegt om hem bezet te houden. Wij hadden nu het geluk dat het heel rustig was en dat ja, er dus eigenlijk plek genoeg was. Maar ja, ik kan me voorstellen op een drukke dag dat het wel heel irritant is dat je dan niet ergens kan liggen. Ze hebben eigenlijk overal alleen maar echt lichtstoelen. Alleen bij het restaurantje hebben ze dan ook tafeltjes met stoelen waar je gewoon in kan zitten. Dus daar heb ik in gezeten. En anders zijn het allemaal van die lage lichtbedden. Nou, dat vind ik niks, want dan, ja, daar kom ik dan niet meer uit omhoog. Dus dat vond ik wel een nadeeltje. Dat ze niet wat meer diversiteit in stoelen hadden. Of plekjes waar je kan zitten. Het is ook wel heel leuk. Ze hebben ook zeg maar een zwembad met een bar erin. Dus dan kun je op een barkruk in het water zitten en dan daar even wat drinken. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb een lekkere mocktail, de alcoholloze cocktail gedronken. Dus dat was super leuk. Er zitten gewoon restaurantjes en dingetjes in het zwembad. Dus daar kun je gewoon in het zwembad letterlijk, maar ook dus gewoon in de ruimte. Dus daar kun je ook lekker wat eten en wat drinken. Is natuurlijk wel prijzig, maar goed, dat is natuurlijk met alles met pretparken. Er is ook een winkeltje. Uiteindelijk heb ik daar nog een paar slippers gekocht. Ik kan dus ook gewoon op slippers lopen, dat is geen enkel probleem. Ja, het is wel lastig natuurlijk, want op een gegeven moment ging ik een zwembad in en ging naar het zwembad naar buiten. Toen stonden mijn slippers binnen, terwijl ik eigenlijk dus nog buiten even wilde rondkijken. Dus op een gegeven moment liep ik zo met mijn slippers boven het water van de ene kant naar het zwembad naar de andere kant. Maar goed, ja, er zijn wel ook allemaal vakjes overal bij alle zwembaden waar je dan even, net als bij zo'n speeltuin, weet je, waar de kinderen hun schoenen in moeten zetten. Waar je dan even je spulletjes achter kan laten. Of je doet het net als alle andere mensen. Je pleurt je handdoek op een stoel en je zet daar je spullen op. Voor de rest is het ja, superleuk. Het is wel goed zoeken van waar zitten nou de glijbanen. Want ja, zoals dat alles is met Europa Park, ook in het, gewoon in het pretpark, is het allemaal heel erg verstopt en gethematiseerd. Dus ineens zie je ergens een klein trappetje en dan denk je, is hier iets? En dan blijkt er dus een fantastische glijbaan of snel water riviertje, zodat je over die hubbels gaat en zo met die stroomversnellingen. Ja, het is, ik vind het zo knap hoe ze dat bij Europa Park hebben gedaan, dat ze alles zo goed, ja, zo mooi gemaakt hebben, maar daardoor valt het soms ook niet op dat er iets zit, dat er een attractie is. Dan heb je een hoekje en denk je, oh oké, wauw, zit hier gewoon een hele set aan glijbanen. Dus dat is wel een tip die ik mee wil geven. Ja, doe gewoon goed voorwerk. Dat heb ik ook gedaan. Niet zozeer bij Rolantica, maar wel bij Europa Park. En zoek gewoon echt goed in alle gaten en hoeken van, oké, zit hier iets? Want soms valt het niet op en zit er gewoon een onwijs gave attractie achter. We hebben heel veel plezier gehad in Rolantica. En echt een aanrader als je naar Europa Park gaat om ook een dagje, of je zou het misschien ook in een avond kunnen doen. Je kan dus ook avondkaarten kopen, dat je dan naar Rolantica gaat. Al is Rolantica echt wel een pretpark op zich. En kan je daar makkelijk een hele dag vertoeven. Ja, kan ik me voorstellen dat als je een hele dag in Europa Park hebt gelopen, dat dan ook nog een hele avond Rolantica best wel intensief is. Maar dat is zeker een optie. Wij zijn weer bij Europa Park! Nou, wij zitten hier op het perron van de EP Express. Alexanderplatz, dit is bij de ingang. En hier nemen we dus het metrootje, treintje, monorailtje, hoe je het wil noemen. Helemaal naar de andere kant van het park, waar we de vorige keer gebleven zijn. En dan kunnen we daar het achterste deel nog doen, wat we nog niet hebben gehad. Het is vandaag prachtig zonnig weer. Het is een stuk drukker als van de week. Dus we hebben echt heel veel geluk gehad de afgelopen keer, dus maandag dat we hier waren, dat het zo rustig was. Dat zou ook met het weer te maken hebben, denk ik. Dus we gaan weer een mooie dag van maken hier. En we gaan eerst het treintje pakken helemaal naar de andere kant van het park. En dit park begint dus hier in Duitsland. En we pakken de trein volgens mij naar Spanje. Nee, ook wat aan moeder is er.
En we zijn in Spanje. Hallo papa, hallo Tony. Ik heb gedacht tegen opa en oma. Hoi opa, hoi oma. Thank you.
Was het leuk, jongens? Ja! We zijn kapot. Dat was het superleuk. Waar ging dat? Ik ga het je missen. Nou, dan nog even mijn review over Europa Park. We hebben het echt fantastisch gehad. Zoals ik al eerder zei, is mijn grootste tip: zoek goed. Want zo loop je ergens en denk je, is er iets? En dan blijkt er een geweldige attractie achter te zitten. Europa Park is ontzettend sterk in het gebruik van de ruimtes. Dus dan heb je een... We zaten bijvoorbeeld op een gegeven moment in een vliegtuigding. Nee, een Leonardo da Vinci attractie. Dan moesten we zeg maar fietsen over een soort monorailtje bovenin. En dan daaronder was ook een treintje en een bootje en een car dingetje. Dus op één plek waren wel 4 of 5 attracties. Dus daar hebben ze zo goed gebruik gemaakt dat ze ook echt onder achtbanen hele attracties hebben gemaakt. Kinderen waren in een bobslee gebeuren. Dan kon je dus door een huisje... Ja, ik was gewoon even gaan zitten, want ik was moe na 2 dagen, 3 dagen pretpark. En de kinderen gingen nog even in een bobachtbaan. En Jeroen ging even in, dat was in het Zwitserse deel geloof ik, of het Oostenrijkse deel. En toen ging ik Jeroen nog even in de huisjes kijken. En dan bleek dus dat je daar gewoon, ja zeg maar, kon je dan naar binnen. En dan zat er een skiliftje, dat was ook helemaal leuk aangekleed. En dan kon je dus daaronder zitten, terwijl die kinderen dus door zo'n achtbaan ging. Nou, dan zie je dus die mensen allemaal langskomen. Nou, dat is hartstikke leuk. Ja, en dat moet je ook maar net vinden. Dus mijn allergrootste tip is, kijk goed en probeer. Zoek in alle gaatjes en hoekjes, want er zit echt overal wat. En er is voor iedereen echt wat wils. Van hele kleine mini dingetjes voor kleine kinderen, tot de snelste, hardste achtbanen voor echt het grootste durfals. Maar ook dus voor mensen zoals Jeroen en ik, die niet zozeer van hele snelle achtbanen houden. Maar ja, ik hou dus zelf heel erg van die dark rides. Dat zijn dus van die attracties net als de carnaval of de droomvlucht, zeg maar. Dus dat is niet een hele wilde achtbaan, maar dan zit je gewoon in zo'n karretje met zo'n beugeltje tegen je buik. Paste ik allemaal in, dat was echt geen enkel probleem. En waren fantastisch, maar dan, je moet echt goed zoeken. Want we waren op een gegeven moment ergens bij het Griekse deel, bij die watersplash. En dan, hier zit volgens mij ook nog iets. En er stond dan iets van Abenteroer, hup. Nou, er zat een geweldige dark ride achter, met dat je moest schieten op allemaal targets en zo in die dark ride. Nou, het was echt fantastisch. Heb ik gewonnen. Ik heb de megascore gehaald, dus helemaal blij mee. En was gewoon echt onwijs tof. Dus ja, we hebben echt... ik kan het iedereen aanraden om daar een keertje naartoe te gaan. En de grootste tip is dus, probeer, ga gewoon overal naar binnen. En overal waar je denkt, hier zit niks, ga toch kijken. Want grote kans dat er toch iets zit. En het is gewoon heel leuk dat je dan op één plek bent. En dat Xarna bijvoorbeeld in een hele harde achtbaan ging waar Islotte nog niet in kon. En Islotte weer in een ander achtbaantje ging. En papa en mama lekker op een terrasje een kopje koffie zaten te drinken. Want je hebt dus ook overal restaurantjes en koffiecornertjes waar je iets kan halen. En ja, ze hebben gewoon echt heel goed gebruik gemaakt van de ruimte. En waar je bij andere pretparken zoals Disney echt kilometers moet lopen voordat je bij de volgende attractie bent, zit hier op één pleintje wel 30 attracties. Omdat het allemaal zo goed in elkaar verweven is. En iets boven en in het midden en eronder en achter en voor. En ik ben echt groot fan van Europa Park. En ik kan het echt aanraden om daar een keertje een bezoekje te brengen. Dus we hebben onwijs leuke vakantie gehad. We hebben onwijs veel plezier gehad in Europa Park. Niet gesponsord,
allemaal zelf betaald. Maar ja, ik ben gewoon enthousiast en ik deel dat gewoon graag met jullie. En wie weet, hebben jullie iets aan mijn tips? De achtbaan en dat soort dingen, die zijn genoeg filmpjes over van mensen die dat allemaal gefilmd hebben. Maar ik wilde echt graag de thema kant van Europa Park laten zien. Ik kon er zelf niet zo heel veel filmpjes, video's over vinden toen ik mijn reis op Europa Park aan het voorbereiden was. Maar juist om ook gewoon de gebieden te laten zien, de verschillende landen te laten zien en echt de sfeer van Europa Park weer te geven. En we hebben er gewoon ontzettend van genoten. En gaan er zeker nog een keertje terug. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je hopelijk heel gauw weer bij de volgende vlog. Doei doei!